Hoe communiceer jij in godsnaam met dat ding? Hoeren je in vredesnaam een gaming website? Serieus, hoe doe je dat? Peter is weg, ik val in. Dit is de vlog. Dit is de vlog. Ja jongens, nog 4 dagen en ik ga op vakantie. En is er een soort van klein opdrachtje dat we deze week hebben. Het is een snabbel van Tom en van mij. We zijn namelijk gehuurd door een bloemenbeurs-site-achtig iets. Om Gamers at Radio te maken. Maar het heet nog geen Gamers at Radio. Maar in bloemen, op een bloemenbeurs aanstaande woensdag. Dus we hebben gewoon de hele Gamers at Radio setup hier weggehaald. Het is hartstikke koud. Hier staat normaal de computer en het mengpaneel natuurlijk in de gat. Dat is nu weg. En we gaan jullie deze week ook gaan we vloggen vanaf die bloemenbeurs. Het is voor ons heel raar. Ik kan er al een nacht niet van slapen. En ik moet nog 2 nachten voordat het is. Ik vind het heel spannend. Maar er zijn mensen die hebben vertrouwen in Gamers at Radio. Of in ieder geval de manier waarop we dat doen. Dus we zijn ingehuurd. Super vet. Morgen dan hebben we de eerste vlog van Marcel. Marcel die is de afgelopen weken gewoon echt gamersnetter geworden. Dus die gaat nu ook meedoen aan een vlog. Want hij gaat morgen een e-sports event. En ik denk dat je dat nu gaat zien. Hoe vet is dat? Nou jongens, en zo ben je bij Trust. Maandagavond. En morgen gaat natuurlijk de Division live. Dus we hebben hier een community event. Allemaal mensen die hebben prijsvragen gewonnen. Bij New York Pizza en bij allemaal andere dingen. En die zijn allemaal hier de Division aan het spelen. Kijk deze setup. Is best wel vet. Weet natuurlijk allemaal, als je een Division agent bent, dan is communicatie het belangrijkste. Maar hoe communiceer jij in godsnaam met dat ding? Oh, dat was echt een nerfpijltje tegen mijn hoofd. Kijk dit, levensgevaarlijk. Goed, leuk dat je kijkt. We zijn hier bij het Dutch... Wat zijn we ook weer? Dutch College League. Ja, we zijn bij de Dutch College League. Ik ben hier samen met Nick en met Daan. Heel goed. Daan, ja, heel goed. Nick heeft verstand van League of Legends, Daan niet. En we gaan vandaag kijken hoe Eindhoven doet in de Dutch College League. Omdat we zelf ook uit Eindhoven komen natuurlijk. Nick, wat vind jij er eigenlijk van? Ik vind het heel chill dat er op dit moment ook gewoon echt een Nederlandse competitie is. En ik hoop eigenlijk dat het alleen maar groter wordt. Nou, super goed te horen. En Daan, jij hebt helemaal geen verstand van League of Legends. Nooit gekeken. Wat vind jij er tot nu toe van? Ja, ik vind het wel interessant. Het is weer eens heel anders. Ja? Wist je dan ook dat het op tv uitgezonden ging worden? Absoluut niet. Maar nee. Bij deze wel. Ga je het kijken, denk je? Ik heb het nou live gezien, dus ik hoef het niet te kijken. Dat is helemaal waar inderdaad. Ja. Nou, we gaan kijken hoe Eindhoven het gaat doen. Wij staan hier momenteel in de zaal. Het is pikdonker, dus vandaar een nachtshot. Je kan het niet goed zien, maar het is echt heel groot. Er zijn heel veel mensen. Wordt top. Ik ben inmiddels weer thuis. Eindhoven heeft gewonnen. Peter, het was fantastisch. Volgende keer ga je gewoon met me mee. Jongens, je gaat nooit geloven waar we zijn. We staan op een bloemschikbeurs. Ik zal even een rondje draaien. Dat is Peet. Schik dat? Die. Wat een bloemrijk verslag. Eigenlijk zou ik even een rondje moeten doen. Dit is echt, volgens mij vindt Peter het helemaal niks. Want Peter die kan nog niet eens echt de kleinste tulp in leven houden. Ik hou niet van leven. Alles, als het een organisme is, hoeven Peter het niet. Katten, tot daaraan toe. Een plant, flikker op. Nee, echt serieus. Ik voel me hier helemaal thuis. Ik ben altijd, waarschijnlijk stond het hier net ook al, bedrijfsherbalist. Het zijn echt overal gewoon stands met bloemen. Dus het is echt een soort van de E3 van de bloemschikkerij. En wij gaan er met, met onze Gamers at Radio podcast setup. Gaan we een verslag doen van de beurs. Nee, dat gaat Peter doen. Jij gaat... Samen met Pim van der Akker. Die Pim is de Nederlandse bloemschiknestor. Dus het is een beetje de... Jan Meijroos van de bloemschikker. Oh, ik dacht meer de Pieter Molyneux. Pieter Molyneux van de bloemschik. What we want to create. Yes. Is een orchestrated array of flowers. Of orchids. Ja, of orchids. Mooi. Hey. Maar ze hebben... Dit is voor ons gewoon een snabbel, hè. Ze hebben gewoon de podcast gehuurd. En ons.
En wij zijn gewoon vandaag aan het snabbelen op een bloembeurs. Hoe vet is dat? Wat maak je mee? Dat komt dat ik zeg altijd overal ja. Dat heb je wel gezien in het verleden met Yardies en zo. Ja. Maar dan heb je ook dit soort dingen. Peter is een beetje de bedrijfssled. Dus we staan op een bloembeurs. Leuk. Volg ons. Ik denk dat... Je hebt het gezien. De vlog is al verschenen. We waren erbij. Het was super vet. Jongens, ik heb een tip voor jullie. Echt, met een echte levensles. Ik ben nog niet veroud, maar alvast een levensles. Zeg overal ja op. Ik sta nu op een plantenbeurs. En ik ben met echt de Nederlandse koning van het bloemschikken. Ben ik een radioprogramma aan het maken. Ik vind het doodeng. Echt fucking eng, nog steeds. We zijn iets over de helft, maar ik vind het nog steeds eng. Maar dan sta je wel ergens waar je nog nooit bent geweest. Met je eigen podcast. Dit te maken. Kijk dan. Dan pakt niemand me af. Peter is op vakantie, la 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 la. Feest, la, hey, bier, hey. Waar is Tom? Aan het werk! La 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 la. Tom denkt dat hij de baas is, la 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 la. Nee jongens, we hebben een hele drukke dag op Geen HQ. Het is vrijdag vandaag. En we hebben natuurlijk Games at Radio gemaakt, maar ook heel veel video's. Pocket Tournament, review, Plants vs. Zombies, God of War 2. Top 5 inderdaad. We hebben echt superveel gedaan. Games at 1 minuut heb ik overgenomen en het bier... Flikkert bijna uit me. En nu gaan we gewoon weer ouderwets op kantoor eten. Lekker ongezond patat en kapsalon en zo. Dus Peet, veel plezier in Curaçao en we zien je. Ooit. Ooit wel weer of zo. Komt allemaal nog. Het is niet zo. Niet zo doen nou. Binnenkort is het weer, oké? Binnenkort. Bond. James. Bond. Komt. James komt. Grond. James. Grond. Heb ik weer. Ben je de baas van Gamersnet en dan mag je gewoon Daniels PC fixen, omdat hij niet zijn eigen shit kan onderhouden. Dus ik heb dit ding al 3 keer in elkaar gezet, opnieuw of zo, en nu zit ik hier weer te hopen dat het uiteindelijk werkt. Het is echt een oude rabbelbak, maar het zou als het goed is zijn stream moeten verbeteren. Dus hey! Sweet! Holy shit! Misschien is het me gelukt. Ik zit hier echt al... Hoe laat is het? Ik zit hier echt al veel te veel uren. Godverdomme Daan. Allemaal voor zijn streamen. Yo, leuk dat je gekeken hebt naar de vlog die net geweest is. Echt hè? Ja, serieus. Als je op YouTube zit, dan heb je zo'n like-knop. Ja. En wij waarderen het enorm als je die indrukt. Ja, even liked en zo. En ons en abonneren en zo, inderdaad. Ja. Ook en gewoon op Twitter, @gamersnet. En op Instagram, gamersnet.nl. Ja, dan zijn we echt fucking vet mee bezig. Ja. Oh, en serieus, mijn telefoon stond gisteren non-stop stil. Nee, trilde non-stop. Hij stond niet stil. Hij stond roodgloeiend vanwege de giveaway van de Xbox One met de Division. Ja. Thanks voor alle support ofzo. Of thanks voor jullie gierigheid. Ja. Gewoon de telefoon is nog nooit zo snel leeg geweest. Inderdaad, voor mij ook niet. Hij is nieuw en hij was meteen kapot. Maar ja, dat krijg je met Windows Phone. Helaas. Nee, serieus, thanks voor het kijken. En mocht je niet weten, check al die giveaways die we doen. Want die van de Xbox One is heel dik, maar we hebben ook nog die van Hitman lopen. En dan komen er nog veel meer aan. En videoreviews van Hitman en de Division. Ja, vissers aan. En er zoveel Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Ook nog. Pokken Tournament. Doe gewoon even. Doe is normaal. Peter is weg en we hebben het ontzettend druk. We zijn kei productief. Pak aan, Peter. Gewoon fuck off. Het lukt allemaal wel. Blijf maar lekker op Curaçao, we runnen de site zelf wel. Doei. Het is hier alleen echt zo koud. Gelukkig heb ik mijn bondjas. Bond. James Bond.